Goedemorgen en van harte welkom bij weer een nieuwe morning setup. En na een hele woelige nacht waarin ik al om 3:30 wakker was en het de hele nacht geregend heeft, realiseerde ik me, ja, het is equinox vandaag. Het is het balanspunt waarin we de langste dag hebben. En vandaag hebben we daarom een thema: balans. Ik doe mijn schoenen even uit. Als jullie kunnen, kom lekker staan. Ik heb vandaag de camera de andere kant op gedraaid. En hoop dat het droog blijft in deze sessie. Dus als je kunt, kom dan lekker staan. En land eens eventjes in dit moment. Open de energiepunten onder jouw voeten. En begin ietsje dieper te ademen. En wat je meteen kunt doen is je handen erbij gebruiken bij elke inademing. En dan met een zucht breng je jouw energie omlaag naar dit moment. Adem in. En met een zucht adem je uit. En dat doe je nog een keertje. En met deze landing brengen we de hand naar één schouder en trek dan schuin over je lijf even banen om de spanning in je schouder schuin naar beneden weg te masseren. En balans gaat in dit geval over het in balans brengen van bijvoorbeeld de beide kanten, je linkerkant en je rechterkant. En dat doe je door op deze manier over je lijf te strijken, terwijl je ook nog even wat spanning in je schouders weg masseert. En na een aantal keer schud je je handen even los, je armen los. En als je wil, ook je knieën erbij om alles van je af te schudden. Wat er misschien op dit moment speelt in je leven. Misschien heb je net als ik ook onrustig geslapen. Laat het allemaal gaan. En ondertussen begint het hier al harder te regenen. Dus ik dank Fabrice voor de dienst om met een paraplu boven de computer te staan. En wat we doen is je handen naar boven brengen. Pak met één hand je pols vast. Ik heb mijn linkerpols vastgepakt. En dan stretch je even je zijkant naar één kant. En dan kom je terug. En dan wissel je om. Dus pak met je andere hand je rechterpols vast. Maak je even lang. En rek jezelf heerlijk uit. Ook dit brengt balans in je organen. De linkerkant, de rechterkant, je lever en je maag, je mild. En dan breng je één arm, je rechterarm, onder je linkerarm. En breng je handen bij elkaar zoals het in de yoga heet, de Eagle Position. En vanuit deze positie voel je waarschijnlijk al een stretch op je schouderbladen. En dan buig je ietsje krom en recht naar boven. Doe dat nog eens. Maak jezelf bol. En nog één keer.
En dan laat je je armen los. Schud maar even tussendoor. En dan doen we dat nog een keer aan de andere kant. Dus nu pak je je linkerarm onder. Kruis je armen. En kijk eens of je met je handpalmen bij elkaar kunt komen. Misschien voel je meteen al een spanning of een stretch op je schouders. En dat gaan we vergroten door je rug te bollen. Je kin naar je borst. En dan je rug te strekken. En nog een keer. En één laatste keer nog. En dan laat je ook dit gaan. Schud maar weer even los. Als dat veel spanning gaf op je schouders, op je armen. Maar door deze positie verbind je ook de beide hersenhelften. En dan, deze hebben we al een tijdje niet gedaan. En ik mis hem. Draai je torso. Je ruggengraat. In een twist, een losse, soepele twist. Je voeten blijven staan. En breng ook je hoofd helemaal naar achter. Adem rustig door. Ik geniet ondertussen van een buitje op mijn hoofd. Net als de natuur, die is na een paar zinderende weken echt wel toe aan een flinke zomerbui. Keerpunt. En kom dan langzaam, langzaam tot stilstand. En voel even na tot rust in je lichaam wat er nu allemaal te voelen is. Misschien voel je ergens warmte, stroming, tintelingen. Misschien voel je ergens spanning. Misschien voel je wel helemaal niets. En realiseer je dat niets eigenlijk ook een gevoel is. En dan houden we het vandaag ietsje korter, maar tot besluit doen we de 9 harten en de hookup. En de 9 harten die gaan als volgt. Je wrijft even lekker in je handen om energie op te wekken. En dan begin je met 3 keer een hartje op je gezicht. Dus wrijf over jouw gezicht, langs je haargrens. Eventueel achter je oor, maar het mag ook voor je oor langs. Dat is 1. En geniet van het gevoel van je vingers, je handen op je huid. Dat zijn 3 hartjes. Dan maken we 3 harten vanaf je schaambeen omhoog over je borstkas. Letterlijk langs je hart. En de energie van het hart zorgt ook voor balans. Balans voor alles wat er is. En de laatste 3 harten die gaan omhoog helemaal in jouw energieveld. Dus vanaf je schaambeen omhoog voel de energie, de hartsenergie in jouw hele veld. Wat alles uitbalanceert. Zodat je alleen nog over hebt wat jou dient. En dan tot besluit de hookup. Dat wil zeggen dat je 2 vingers in je navel plaatst. Ietsje naar binnen en dan lift je jezelf een centimetertje omhoog. En datzelfde doe je met je vingers bij je derde oog, je zesde chakra.
Plaats ook daar je vingers. Lift jezelf iets omhoog en zet jouw intentie dat alle energie vandaag in jouw veld balans ervaart. Waar je ook maar balans nodig hebt. Balans tussen zijn en doen. Balans tussen voelen en denken. Balans tussen rust en actie. Balans tussen naar buiten keren en je aandacht naar jezelf richten, naar binnen keren. En met deze laatste oefening sluit ik de morning setup snel af. Ietsje eerder dan gebruikelijk. Ik wens je een fantastische dag met heel veel balans. En ik hoop je vrijdag weer te zien. Namaste.